Iedereen heeft het gemerkt de laatste maanden, maar al onze engagement op Instagram gaat drastisch naar beneden. En de enige oplossing die er lijkt te zijn is reels plaatsen. Met reels ga je super makkelijk viral te kunnen gaan. Het levert je duizenden nieuwe volgers op en het is echt dé manier om je Instagram engagement weer omhoog te krijgen. Nou, ik dacht, dit moet ik proberen, dus ik ben een experiment voor jou aangegaan. Ik heb een half jaar lang met allebei mijn Instagram kanalen heb ik 3 reels per week geplaatst. En dat zijn er dus 120 in totaal. En heeft het voor mij iets opgeleverd? Heeft het die duizenden volgers gegeven? En heb ik er ook daadwerkelijk meer nieuwe klanten uitgehaald? Ik ga het je in deze video allemaal vertellen. Hoi, ik ben Marit Hilarius, eigenaar van Emilarius Fotografie en van Studio Emilarius, waarin ik websites maak. En ook ik heb dus mijn engagement ongelooflijk zien dalen het afgelopen, meerdere jaren eigenlijk wel. Het is best wel een dalende trend waarin ik zelf ook heel erg zag dat ook al bleef ik meerdere keren per week posten, dat ik gewoon steeds minder likes, steeds minder reacties krijg en dat Instagram een beetje dood leek te gaan. Nou, Instagram heeft daar zelf een oplossing voor bedacht en dat zijn de Reels. En dat zijn dus de korte video's die best wel vergelijkbaar zijn van de video's op TikTok. En Instagram wil heel graag dat we die gaan gebruiken. Zo graag dat ze het belonen met meer engagement. Nou, ik wilde dit heel graag proberen omdat ik dus van iedereen hoorde, dit is the way to go als je weer relevant wil zijn op Instagram. Maar ik ken de Reels voornamelijk van het playbacken en van de dansjes. Dus een beetje vergelijkbaar met TikTok. En dat is gewoon niks voor mij. Ik wist, dat wil ik niet doen. Ik voel me daar niet fijn bij en ik heb ook geen zin om elke dag op video te moeten. Dus hoe kan ik reels maken en relevant blijven op een manier die wel bij mij past? Nou, dat heb ik geprobeerd en ik zou ik niet zijn als ik dat niet heel serieus nam. Dus ik heb daar een experiment van gemaakt. En ik heb dus op mijn eigen manier reels gecreëerd en daar 3 per week van geplaatst op beide mijn social media kanalen. Om te zien van, gaat het nou echt wat opleveren en groei ik? De soort video's die ik heb gemaakt zijn heel erg wisselend, maar ik heb vooral geprobeerd om er echt waarde aan te geven. Dus om tips te delen, een soort zo als ik het hier ook op mijn YouTube kanaal doe, maar dan in kortere filmpjes over fotografie, over Photoshop en Lightroom, maar ook dus over webdesign. Om op die manier het leuk voor mezelf te houden. Ik kom ook zelf af en toe in beeld, maar ik deel ook veel van mijn werk. Ik vond het veel meer werk dan ik eigenlijk had gedacht. Het maken van reels kost me echt veel energie en het kost me ook heel veel tijd nog steeds per week. Vooral het bedenken van welke reels ga ik maken, omdat ik dus zelf niet zo mee wil doen aan de standaard trends van playbacken. Probeer ik elke keer weer iets nieuws te bedenken en dat kost heel veel tijd. Maar ook het verzamelen van die foto's die ik dan wil gebruiken. Als ik zelf op camera moet, dan kost dat me best wel veel energie, omdat ik natuurlijk toch de hele tijd leuk moet doen. En ik moet het editen en ook dat is me wel tegengevallen. Ik heb daar overigens Canva voor gebruikt, omdat ik dat fijner vind te editen dan de app zelf. En ik heb een reel op het Instagram kanaal van Marit Hilarius, waarin ik laat zien hoe ik dat doe met Canva. Maar het proces vond ik dus een beetje tegenvallen. Ik vond het meer werk dan ik had gedacht. Waar het natuurlijk om gaat is, wat zijn de resultaten? Nou, laten we beginnen met de views. Het aantal views wisselde echt heel erg. Er was niet echt een pijl op te trekken welke reels, soort reels het nou beter deden dan de andere. Ik heb een paar trends wel gedaan, maar ik merkte daar niet per se een hoger aantal views in. Ik vond het heel lastig om te ontdekken wat Instagram nou wel pushte en wat niet. Ik heb bij elke reel gebruik gemaakt van een caption en van een aantal goede hashtags. Sommige dus met trending sounds, andere niet. De views lopen een beetje uiteen van 4000 views, dat zijn dan echt mijn slechter presterende reels, tot 127.000 en dat zijn dan mijn beter presterende reels. Nou, 127.000 is natuurlijk best wel veel. Dat voelt dan ook best wel vet om te bedenken van 127.000 mensen hebben dit gezien. Dat zijn natuurlijk veel meer mensen dan ik op YouTube aan views bijvoorbeeld krijg. En ook veel meer dan ik volgers heb. Dus dat is duidelijk dat die reels echt bij mensen tevoorschijn zijn gekomen. Maar er zijn er dus ook genoeg die maar 4000 views hebben. Maar dan, waar het natuurlijk
echt om gaat, is het aantal volgers. Want views is natuurlijk leuk, maar je wil dat die views uiteindelijk worden omgezet naar volgers. Mensen die echt bij jou komen. En die dan natuurlijk uiteindelijk klant worden, maar daar gaan we het zo over hebben. Dus hoeveel van die views hebben mij nou daadwerkelijk volgers opgeleverd? Nou, ik heb mijn volgersaantallen bijgehouden in tabelletjes het afgelopen half jaar. Dus je kunt heel goed zien wat Reels voor mij gedaan hebben. En laten we beginnen met mijn wat minder bekende kanaal van Studio Emilarius. Dit kanaal gaat over webdesign. En voor dit kanaal vond ik het... Dit kanaal was echt moeilijker om Reels voor te gebruiken. Eén, omdat het onderwerp zich moeilijker leent voor Reels. Maar twee, omdat ik hier gewoon een stuk minder volgers had om mee te beginnen. Dus Instagram heeft ook minder informatie over waar mijn content over gaat. En er zijn minder mensen die mijn content al volgen. Dus dat maakte het wat lastiger en dat zie je ook wel terug in de statistieken. In het begin was het effect heel duidelijk, zoals ik had verwacht. Instagram beloont Reels. En nou, elke maand kreeg ik echt wel meer en meer volgers. Het ging echt in een stijgende lijn. Maar na 4 à 5 maanden zwakte dat af. Terwijl mijn strategie bleef hetzelfde. Ik bleef 3 Reels per week posten. De kwaliteit van mijn Reels werd zelfs steeds hoger. Maar ik merkte dat het aantal volgers wat erbij kwam minder werd. Dus waar het dan aan ligt, misschien pusht Instagram mijn Reels minder. Misschien hebben de meeste mensen ze al gezien, dat weet ik niet. Maar het effect nam heel erg duidelijk af. In totaal heb ik er het afgelopen half jaar tijdens het experiment 144 volgers bij gekregen. En dat is een groei van zo'n 14%. Dat zijn er echt wel een heel stuk meer dan ik zonder Reels erbij had gekregen. Zonder Reels groeide ik met dit kanaal echt soms maar met 3 tot 5 volgers per maand. Nou, reken maar uit, dat zouden er geen 144 zijn geweest. Maar een schokkende stijging is het ook niet. Dus laten we kijken naar mijn andere kanaal waar het effect wel wat duidelijker was. Ja, bij mijn fotografiekanaal begon ik natuurlijk met veel meer volgers. En dat helpt Reels wel echt heel erg en dat maakt het effect ook wel duidelijker. Maar ook daar zie je de explosieve stijging in het begin neemt daar ook weer af. Bij 4 tot 5 maanden. Terwijl mijn strategie is ook hier hetzelfde gebleven. Dus dat is wel heel typisch dat er daar een soort omslagpunt zit waarin Instagram misschien denkt van nou, die Reels die maakt ze nu wel, laten we het minder gaan belonen. Ik weet het niet, maar ik vind het wel heel erg typisch. En hier ben ik in totaal gegroeid met 1065 volgers erbij. Dat is een stijging van ongeveer 20%. In een half jaar tijd is dat voor mij wel veel. Dit kanaal groeide zeker niet met zoveel volgers per half jaar. 1000 volgers erbij, daar deed ik eerder misschien wel een jaar tot anderhalf jaar over. En nu heb ik dat in een half jaar bereikt. Met het grootste gedeelte dus in het begin. Het is zeker wel een flinke stijging. Maar wat nog belangrijker is, zijn het ook daadwerkelijk meer klanten geworden? Heb ik hier meer sales aan overgehouden? Hier wil ik heel graag iets dieper op ingaan voordat we verder gaan. Omdat ik merk dat heel veel mensen met Reels aan de slag gaan omdat ze heel erg focussen op die views. Het is natuurlijk een manier om ja, meer engagement te krijgen. Maar als die mensen vervolgens niet omgezet worden naar klanten, heb je gewoon niks aan die views. Kijk, 127.000 views op een Reel, dat klinkt natuurlijk heel tof. Maar als de helft daarvan Amerikanen zijn omdat je jouw Reel in het Engels hebt gemaakt, maar de rest van jouw content is Nederlands, dan gaan ze misschien wel eventjes abonneren, maar daarna merken ze dat al jouw content helemaal niet bij ze past. Zullen ze er niet mee engagen of zelfs wel weer je ontvolgen. En dat is juist weer heel slecht voor je engagement. Dus de waarde van wie jouw Reels kijken is veel groter dan hoeveel mensen je Reels kijken. Dus de kwaliteit is echt wel belangrijker dan de kwantiteit. Dus dat gezegd hebbende, hebben al die views en die meer volgers mij daadwerkelijk ook meer sales opgeleverd? Nou, het antwoord is helaas nee, dat is niet zo. Ik heb geen significante stijging in mijn sales gezien. Dat kan meerdere redenen hebben. Het kan zijn dat ik niet goed genoeg ben in het omzetten van mijn Instagram volgers naar klanten. Dus dat mijn captions en mijn content niet sterk genoeg is. Het kan zijn dat de doelgroep van Reels niet mijn ideale klant is. Ik zelf bijvoorbeeld kijk ook geen Reels. Ik kijk eerder TikTok als ik me echt verveel. En als ik me verveel zit ik totaal niet in de koopmodus. En misschien worden Reels ook wel bekeken door wat jongere mensen, kan ik me voorstellen, die misschien minder budget hebben.
Weet ik niet. Ik kan niet in de statistieken van Reels kijken. Maar dat zou dus ook kunnen. En reden 3 is, het kost tijd om deze mensen op te warmen totdat ze iets van mij willen kopen. Klanten komen natuurlijk niet meteen vanuit een view naar een koopmodus. Dat is iets wat een beetje opwarming nodig heeft. Maar ik heb ook echt wel genoeg goedkope producten in mijn shop staan die minder opwarming nodig hebben. Dus ik had wel verwacht dat ik nu al een stijging had gezien. En dat is dus niet zo. Ja, de conclusie dus. Instagram pusht Reels als een malle, maar is het ook daadwerkelijk het waard om aan Reels te gaan beginnen? Nou, een hele moeilijke vraag vind ik dit. En het korte antwoord is ja, omdat het levert daadwerkelijk veel meer views op, het levert meer engagement op, het levert meer volgers op. Dus met je Instagram kanaal aan zich doet het zeker iets. Maar het is heel veel werk, het kost heel veel tijd. Het kost heel veel energie en het levert niet direct meer sales en geld op. En dat is natuurlijk wel wat je uiteindelijk wil. Als je het mij vraagt, zeker als het een side business is die je doet, dan kun je die tijd en energie wat mij betreft veel beter besteden aan je skills verbeteren of aan andere vormen van marketing, zoals blog schrijven of social ads, dan reels maken. Ik vind het wel nog steeds ook leuk om te doen. Ik vind het een hele leuke manier om weer met mijn volgers in contact te komen en mijn kennis te delen. Dus ik ga zeker door met reels maken, maar niet meer in de hoeveelheid die ik dit nu gedaan heb. Dus het eindoordeel van deze video, van mijn experiment. Ik heb 6 maanden lang 3 reels per week geplaatst op 2 kanalen, 120 reels in totaal. Het was heel veel werk, het was heel veel moeite, het kostte heel veel energie. Ik vond het ook leuk, maar het heeft gewoon niet opgeleverd wat ik had gehoopt. Ik heb meer volgers erbij, maar niet meer klanten. Dus ik ga me toch weer focussen op andere vormen van marketing die voor mij beter werken. En reels hou ik er gewoon bij. Voor als ik er wel weer zin in heb. Dus dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hier iets aan gehad hebt. En dat het je misschien inspiratie heeft gegeven voor jouw eigen keuze. Of je met reels wilt gaan werken of niet. Heb je er vragen over of wil je er gewoon meer over kwijt? Laat het dan achter in de comments. Vond je het een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog, want dat helpt mij heel erg. En dan zie ik je heel graag weer bij de volgende video. Doei doei!